via mijn supermooie staircase. Ja, ik heb er ook een hier. Maar ze ging echt alle kanten op, omdat ik elke keer niet er fijn uitkwam. Hoe lang duurt één episode? Gewoon nog 26 minuten? 20. Ja. Dat is bijna. Wil je straks wel naar de toon posters te maken? Het hangt vanaf hoe snel we dat kunnen halen, zeg maar. Oké, okay, dan kan ik hem even naar beneden zetten. Hé, hey, je flint. We maken gewoon voor bijna een iron pickaxe, we maken er één. Hoeveel hebben we nu? Hoeveel iron in? Kijk, er zit nu 38 nog in. Ik heb er 6 in mijn inventory, dus ik zou op zich 2 pickaxes kunnen maken. Ja, doe maar gewoon 2 pickaxes en dan. Als ik goed tel, zou armor uit moeten kunnen komen, ik weet niet precies. Wacht. Nee, dat komt niet uit, Matthias. Ah, maakt ook niet uit. Oep. Dank u. Zo. Dan maak ik even snel een shovel. Op zich zit wel best wel redelijk diep. Ik hoop dat ik nog even wat meer flint krijg. Zal ik alvast verder gaan minen? Ja, doe maar. Nog een beetje proactief op het arm met het arm wachten. Ja. Zo. Wauw. Nu maar hopen dat we een beetje snel enchantments kunnen halen. En dan... Ja. Maar de vorige keer kwam ik er niet naartoe. Dan heb ik echt gewoon 0,0. Oh, ik heb goud. Cool. Meteen 8. 8? Of 6? Kijk, het zou er best 8 kunnen zijn. Zijn er sowieso meer dan 6. Kijk, ja, 8. Awesome, dat is wel 1 appel. Ja. Dan kunnen we gewoon minder voorzichtig gaan doen. Nee. En zie je al zal ik zwaarder maken? Ja, dat is goed. Gaan we ook wat lapis hebben? We wat een lapis? Ja, voor enchant hebben die nodig. Oh, ja, voor enchant natuurlijk. Ja, ik ben nog steeds het oude systeem gewend. Ja, we waren het vorige keer ook vergeten. Slaat gewoon de gravel over. Nou, op zich wel een slechte begin kunnen hebben. Alsjeblieft. Oh, thanks. Tim heeft zojuist een zwaard gemaakt. Maar zou de episode mark op vulling moeten komen? Sommigen hebben ook echt wat damage gekregen. Oh wow, nee, maar nu hebben we echt fucking veel damage al. Ja, misschien is er iemand in de ravijn gedonderd ofzo. Ja, maar dat is echt dan weer de helft van de HP weg. Ja, inderdaad. Wow, dat is knap. Even invrijven nog. Meestal geeft dan je reactie terug van wat er aan de hand is, maar dat doet deze niet, denk ik. Nou, het lijkt me toch dat je naar de fijn bent gedonderd dan als je zoveel HP hebt verloren. Ja. Nou, of in de lava, maar dat is wel heel snel als je het nu voor elkaar krijgt. Ja, maar dan ben je ook snel weer uitgegaan. Zonder armor in de lava, dan ben je vrij snel dood. Oh fuck, ik zit op laag 8. Nou, hopen dat we snel iets vinden dan. Nou, wat diamonds of zo? Wat goud nog wat meer? Ik hoor ook helemaal niks. Ik ga zo ergens anders nog even naar beneden. Of we moeten even kijken of we een appel kunnen vinden nu, want voor mij is het dag. Hebben we wat aan redstone? XP. Nou, dat is waar. Wat is jouw level nu? 8. Bij mij ook. Hé, hey, ik ben ingelopen. Jouw naam is echt ontzettend kort. Zie je nametag zijn maar echt gewoon zo'n pixeltje of zo. Oké. Okay. Chestplates.
Even naar boven kijken. Even kijken. Wat ik nou maken? Ik ging nu een pickaxe maken. Ja, het is dag. Dan ga ik even boom maken. Moet ik even doormijnen gewoon? Ja, ik zou eerst anders naar beneden sterken, dus heb je meer kans. Gewoon een andere richting op vanaf boven ofzo. Oké, ja, ik heb nu nog labs gevonden. En ik weet niet of wat je nu doet telt als stripminen of niet eigenlijk. Nee, ik weet het ook niet. Maar... zeg, ik ben op zoek naar een cave. Een soort van. Nee, ik ga de andere kant op. Hallo, ezel. Maar volgens mij had de vorige keer iedereen aan een stripmine heeft gehouden, of niet? Dat was vorige keer ook gestripmined, toch, of niet? Voor mij stond een keer ervoor al. Ik weet niet. Het was op een gegeven moment dat er wel min of meer gestripmined werd, ja. Maar... ze wonnen toch niet, volgens mij, dus. Kijk, ja, het op zich, ik zou op zich wel een cave kunnen vinden, maar... ja, maar... ik heb het idee dat die timer langer moeten gaan. Ja, dat heb ik ook. Maar er ging net wel een melding al, hè. Another 20 minutes has been expired. Echt waar? Oh, die heb ik gemist. Ups. Dat zag ik ook net pas toen teruglas, toen jij over je zei. Nou, dan hebben we net een video in ergens geknipt. Denk ik. Ja, nou, dan knippen we gewoon ergens. Ik kijk wel. Ik weet ook niet echt wanneer het was eigenlijk. Kijk, wanneer was het? Ik riedel al snel dat. Zo. Dat is die melding had iets zichtbaarder gemogen. Ik zat net zo te kijken toen je dat. Ik ging even kijken in de chat welke achievements ik nou kreeg. Ik zag ineens dat staan. What the fuck? Oh, dat wordt een leuke comments. Kom dat ook nog een commentaar moeten geven, oké? Okay? Nee, het is wel echt zo. Dat we ook nog praten en zo, dan let je daar niet op. Nee, klopt. Althans... ja, als nou met grote uitroeptekens in je scherm staat te knipperen... het is zoiets als een item zoeken in je kist. Jij ziet het niet en al je kijkers zien het wel. Zeg maar dat. Ja, dat zal... oh ja, dat zal het zo, hè. Soms kijk ik mijn eigen recording wel terug en dan loop ik met een pickaxe loop ik dirt weg te hakken. En dan denk ik gewoon, oh, die ga je weer comments op krijgen. Ja, maar dat is wat je zelf aan het praten bent. Ik heb een appel! Oh, ik hoor een skeleton volgens mij. Ik ben vergeten waar we naar binnen... oh, daar zijn we naar beneden gegaan. Oké. Okay. Ik kom weer naar beneden, denk ik. Ik hoor een skeleton doodgaan, op de een of andere manier. Lava, denk ik. Hoop ik. Oh ja, je zit nog zo'n ravijn volgens mij. Oh, en een creeper ernaast. Oh, dit is niet echt fijn. Ik maak ook even broeken voor ons. Oké, ik ga wel eventjes naar beneden toe minen. Of de andere kant op. Waar ben jij naar beneden gegaan? Waar je net boven pas? Dichtbij waar we zeg maar... kijk, misschien zie ik jouw naam ergens. Oh ja, ik zie je naam. Oh, je ziet wel. Ook helemaal... hier. Oké, nou ik ben een cave. Niet de appel eten. Mooie rechte mijn weer. Volgens mij zijn ze nog... hey, je moet krijgen damage. Oh, team paars krijgt damage, what the fuck. Hier heb je armor. Waarschijnlijk ligt het nu beneden. Oh, bijna. Oh, nee, niet. Oké, okay, hey, gold. Ja. Ja. Kijk, even uitkijken hier, want ik hoorde hier net... ja, er komt er een creeper aan. Ja, maar die staat in de fix, al te horen. Ja. Is hij dood of niet? Rood heeft ook wel damage genomen. Nee, hij is nog niet dood. Even kijken. 1, 2, 3. Rood had al 2 hartjes damage genomen. Ja, ik kan al bijkomen, denk ik zo. Ja, hij is dood. Mooi. Oh, weer 6 gold erbij. Nee, meer. Oh shit, het is fucking donker hier. 7. 8. Dat gebeurt niet vaak. Gelukkig is onze kant vandaag. Oh, aan de hier kan ze nog armen. En nog meer gold in het plafond daar zo bijna. Naast de lava. Ja, daar, ja. Waarschijnlijk vinden we nog wat. Even kijken. We zouden hier diamonds kunnen vinden. Hé, hey, huh? Zijn we daar al geweest? Ik zie daar cobblestone staan. Nee, dat komt door het lava en water. Er zit er een skeleton. Oh ja, er zit lava. Ja. Die zit dan niet zo veilig daar bij lava.
Bam. Ik weet niet of twee pijlen genoeg is. Nee. Nee. Nou, gooi gewoon onze pickaxe naar zijn hoofd toe. Dat zou wel gaaf zijn als je zwaarder kon gooien of zo. Ja. En erop kon pakken. Nou, je hebt wel mods daarvoor, man. Ik zit ook nog een zombie. Oh, ze zijn al bij dom genoeg. Ja, liep in de lava. Staat er een witch? Oh. Echt een witch? Ja. Oh shit. Oh, ze zitten nu in de lava. Yes! Te laat met haar Fire Resistance Potion. Want die hebben ze. Ik weet niet zo heel veel van Vanilla Minecraft. Dus... Ik vrij veel. Ik heb een witch farm, ik weet precies hoe die dingen... hoe hinderlijk ze zijn. Ja, ik speel alleen maar met mods. Dus... Even kijken. Ik hoor nog een skeleton. En ik zie een creeper. Is dat een creeper? Oh, ik heb geen zwaard op bar. Oh, achter je ook een creeper. Er zitten twee creepers daar. Er zit boven je ook nog een creeper, zeg maar. Oh ja, maar volgens mij zit hij te hoog om te springen. Ja, dat weet ik niet. Nou, gaan we snel zien. Allemaal iron in het plafond, dat is de moeite niet. Nee. We gaan hier wel iron halen. Even kijken, zal ik vast dat goud gaan pakken wat hier zat? Ja, doe maar. Ik hoop nog altijd als ik zeg maar zo'n random veen weghakt dat de diamonds onder zitten. Heb ik niks anders dan gravel bij me? Jawel. Kijk hoeveel... Dit is voor mij 6. Nou ja, we hebben in ieder geval vrij veel gold voor op dit moment. Oh, 5 waren het. Oh! Wat? Jordi is verdronken in lava. Echt? Ja. Oh. Vind ik leuk. Skyblock confirmed, precies. Oh, dat is fucking cool. Oh, dat is kut. Arme party pixel. Ah, ze hebben een episode volgemaakt. Ik had de vorige keer ook echt maar 1,5 episode of zo, ook niet heel veel. Nou ja, het goede nieuws is, de overwinning van Team Rood is eindelijk een keer niet. Ja, inderdaad. Zit hier verder niks in de ravijn? Nee. Kijk, hoeveel goud hebben we nu? Hoeveel heb jij er 8? Ik heb 8. Dus hebben we nu 21 goud. 22 toch? Of zat er dan maar 3? Nee, er zit hier nog meer. Was er nog meer? Hier. Oh, daar. Dat is ook eigenlijk waar ik heen wees. Ik wees daar naartoe. Echt bij die ingang daar. Nog 3 erbij. Ik heb er 11. 24 nu toch? Ja, dat is ja, de diabels. 3, ja. Awesome. En van zijn het moment als enige team zonder damage. Inderdaad. Wat zullen we nu gaan doen? Even zien. Eigenlijk moeten we diamonds hebben voor... Laat in ieder geval eerst vol zat je armor gaan maken. Ja, inderdaad. Kijk, ik heb maar 1 iron. Waar kwamen we vandaan? Oh, hier. Ja, ik heb nog 16 iron. Oh, oké. Okay. Zoveel pijn. Voor mij zit ik fout. Wacht, dat heb ik dus hier. Op mijn boven gemaakt. Dan vraag ik me echt af of een party pixel op dat moment voelt dat Jordi in de lava ligt en hij daar ook gewoon doodgaat. Ja, dat is... Maar dan loopt Jordi van te schreeuwen en dan denk ik, wat de fuck is aan de hand? En dan ziet hij zijn levens gewoon aftellen. Ja, dat is, maar dat lijkt mij echt gewoon een pijn die je gewoon niet kan beschrijven. Dat je jezelf van binnen voelt afsterven, zeg maar. Yep. Oké, ik kan voor iemand schoenen maken. Hier zijn schoenen. Ik ben de weg weer eens kwijt voor de zoveelste keer. Ja, je liep er bijna goed. Ik heb echt een tomtom nodig gehad op Minecraft. Nou hier. Het is een tunnel, kun je verkeerd lopen? Ja, dat weet ik niet. Ik krijg alles voor elkaar met wegen. Geel heeft een appel gehad. Nou, we kunnen er 3 maken. Nou, Team Blauw zal ook niet heel lang meer leven, denk ik. Tenminste, weet ik natuurlijk nooit, maar... Oh, je hebt al boots. Thanks.
Ik heb hier gold en zit in deze. Oké. Okay. Even kijken, dan moet ik er ook voorbij komen. Hier, zo. We hebben nu 4 in zijn weg. Gaan we daar gewoon gelijk 3 appels van maken, ja? Nou, we hebben maar 1 appel, dus op zich, maar... Oh, we hebben natuurlijk 1 appel. Jammer dat we nog geen diamonds hebben. Ik ga nog even een stuk naar ik boven. Ik kan al verder kijken. En dan even kijken. Hier. En dan ga ik gewoon deze kant op minen. Ik ga al even naar diamonds zoeken. Ik mine deze kant even op. Hopen meer cave te vinden. Ja, ik ook. Niet hopen dat we nu andere mensen tegenkomen. Nou, als die ondergronds tegenkomen, dan komt het heel raar uit. Want ik heb nog geen name tag gezien. En... Nee. Er zien snel frikandel en master party weapon zou je toch wel moeten zien. En die van Tim en Tom ook wel, denk ik. Alleen geel is moeilijk te vinden, denk ik, onder in lichte omgeving. Ja, nou, mijn naam valt ook niet echt op. Dus... Nee, jouw naam is fucking kort, dus dat komt ook mooi uit. Die van mij daarentegen. Nou, op zich, als je met z'n tweeën tegen één iemand gaat, je hoeft maar één iemand tegen te komen en dan heb je eigenlijk al gewoon het hele team te pakken. Ja, ik zit ook al te kijken met PvP, wat is dan slimmer? Gewoon volledig z'n tweeën één persoon focussen of... Nou, dat weet ik ook. Juist ik gewoon twee keer één tegen één. Ja, die makkelijk te pakken is. Ja, ik zou ook al kijken wie het zwakste armor heeft en die gewoon volledig naar de Filistijnen slaan. Dan, die andere gaat dan zelf dood. Ja, je hebt veel diamond, maar dan omdat de ander veel iron heeft en dan ga je alsnog heel stuk snel dood. Oké, ik ben goud. Niet dat we het dan hebben, maar... Ik zou graag... Als je zo'n trappetje graaft, valt dat ook onder strip minen? Niet als je zoekt, zeg maar, gewoon een trappetje mag wel, maar als je bedrock hit, moet je eigenlijk weer omhoog, geloof ik, zoiets. Ik zit niet mee met de caves, dat is dan wel weer een nadeel. Nou, ik zoek een cave, maar ik heb niks. En ik heb meer armen. Moet alleen niet te ver van elkaar verwijderd, Nee, maar als je, zolang je ze maar weet waar we die furnaces hebben staan, dan raak je elkaar niet kwijt. Ja, precies. Nou, ik zit nu op diamond niveau. Even hopen op tenminste 5 diamonds. En dan... Ik zit, ja, ik ga ook richting diamond niveau. Want met 5 diamonds kunnen we een enchanting table gaan maken. Terwijl we lava vinden genoeg om obsidian van te maken. Maar... Lapis. Ik vind dat je altijd mee. Ik heb lapis. Oh, nice. Oh. Redstone. XP. Maar voor mij wordt er weer geen diamond bij mij. Mijn trappetje is bijna bij bedrock volgens mij nu. Ja, ik zit ook zo goed als op bedrock nu. Het zit niet mee met de caves, maar wel met de oors gelukkig. Ja. Meer redstone. Ik was bijna blij en zag dat het iron was en geen diamond. Nou, redstone ook niet weer. Oké. Okay. Mijn grootste angst is gewoon nu in de lava vallen. Ja, ik heb bedrock. Ja, ik ook. Wordt niks. Binnen boven. Is dat jouw naam daar? Ik ben gesneakt. Nu. Dan zag ik. Voor mij zag ik jou dan. Ja, ik ga nu omhoog. Ik zit goed eens links-ish van je. Ja. Even kijken, ik heb nu nog. Even kijken, ik heb nog 6 goud gevonden. En wat redstone, maar dat is lekker voor dan. Ik heb 62 redstone gevonden. Enige goede waar dat voor is voor als je potions gaat maken. Ja. Of als je redstone traps gaat maken. Ja, maar die werken niet echt heel goed of zo. Had ik Cube Amps dat vorige keer nog gedaan? Nee. Nee, tenminste de enige keer dat ik hem zag, dat was zeg maar toen hij voor ons vluchtte, dus. Ja, thanks. Zo, maak ik even een nieuwe pickaxe. Ik heb veel te veel hout. Ik zie ook nergens naam of zo. Heel even ruimte maken om shit. Oké, zou ik nog één poging maken om diamonds te vinden? Ja, probeer nog maar ergens. Ik ga even al mijn zooi weggooien. Die kan ver, dat kan ver. Hout bewaar ik even. Laten we voor de grap pijlen gaan maken. Dat is geen veren. Ze maken 4 per keer, ja. Zo, 16 pijlen. Gunpowder kan weg. Oh, daar was nog een aflevering. Oh, dat gaat snel. Ja, ze de ene helft hebben gemist van deze. Dat is wel. Nou, tot de volgende keer. Bye.